Hartelijk welkom allemaal bij wederom een video in onze serie Lightburn voor Beginners Training. Deel 8 wel te verstaan, het is de week voor kerst. We gaan toch gewoon door. Er zijn nog een paar trainingen denk ik te gaan. Ik heb geen idee hoeveel, misschien nog een stuk of 5, 6. En dan zijn we eigenlijk wel voor de beginnerswereld van Lightburn klaar. Vandaag deel 8. Waarin we een volgende menubalk gaan behandelen. En ik hoop dat het leerzaam voor je wordt. Zo, daar zijn we dan weer in Lightburn. Deel 8 van onze training voor beginners. We gaan ons bezighouden met de werkbalk waar ik nu met de muis overheen beweeg. Dat is de werkbalk die dus begint met de tekst positie op X en positie op Y. Ik ken ook hier weer niet alle functies of het allerfijnste ervan, maar het meeste is redelijk duidelijk en dat ga ik proberen te behandelen vandaag. Ik heb al even wat dingen getekend. Bijvoorbeeld hier onderin die test Lightburn training. En als ik die nou selecteer, hè, dat kun je dus zien door die blokjes die er dan omheen staan, dan is die geselecteerd. Dan zien we ook dat daar bovenin die eerste serie positie op X en positie op Y zichtbaar wordt. Ik heb dus een Ortho Laser Master 2. En mijn Ortho Laser Master 2, en als je goed kijkt, kun je dat aan het venster zien, aan het rasterwerkje zien. Dan zie je namelijk dat die van 0 tot 400 loopt. En aan de andere zijde van 0, of aan de linkerzijde, sorry, van 0 tot 430. Dat betekent dat het middelpunt is 200 op de x-as, want de x-as is van links naar rechts, van rechts naar links, dat is de x-as. En 215 op de y-as, en dat betekent dat als ik dat zou veranderen daarin, en dat ga ik natuurlijk doen, ik ga simpelweg die tekst veranderen, 200 naar 215. En op dat moment weet ik één ding zeker. Dat is dat die tekst Lightburn nu echt in het midden van mijn werkveld staat. En dat kan handig zijn, zeker als je je homelinkpositie altijd in het midden hebt staan bij jouw laser. Bij mij staat die links onderin. Maar desalniettemin kan ik hem veranderen naar het midden. En dan weet je zeker dat als je het dan ook het midden legt, het object, dan moet het eigenlijk altijd goed zijn. Goed, ander voorbeeldje. Dat is diegene die daarnaast staan. We zien zo'n slotje staan. Slotje wil zeggen dat het op slot staat. Dat is logisch, hè? Dat is eigenlijk heel logisch. Nou, pak eventjes hier dat rechthoekje wat ik getekend heb. Die selecteer ik even. En dan zien we nu op dit moment dat die rechthoek die heeft een formaat van 79 mm in de breedte en 43 mm in de hoogte. Nou, let op wat er gebeurt. Als ik nou die breedte naar 100 ga zetten, en dan zullen we zien dat die breedte van die rechthoek verandert, maar ook die hoogte. Het staat nu op 43, die hoogte. Als ik nu dit bevestig, zien we dat die hoogte in één keer op 34 staat. Hoe komt dat? Dat komt dus door dat slotje. Dus ik ga even ongedaan maken. Even terug naar de oude formaten. Nu ga ik het slotje aanklikken. Nu is het slotje open. En als ik nu die 100 verander, zal die hoogte zal 43 blijven. Zie je dat? Dus met andere woorden, dat slotje kan zeker belangrijk zijn als je een ruwe figuur trekt en je wilt hem dan de exacte mate meegeven, dan is het vaak zo dat je van het slotje af zou moeten halen. Want als je de ene waarde verandert, verandert de ander mee. Wat ik wel vaak doe, is dat als ik dan klaar ben daarmee, dan zet ik het slotje er weer op. Zodat zeg maar bij elke volgende actie de verhouding tussen hoogte en breedte identiek blijft. Dat is het stukje met breedte en hoogte. We kunnen dit ook in procenten doen natuurlijk. Ik kan ook zeggen van weet je wat, ik heb nu dus 100 bij 43 op dit moment. Wat nu als ik daar nog maar 50% van wens hebben en het slotje staat op slot. Dus als het goed is moeten ze dan dat ze allebei naar 50% gaan. Nou, hij springt terug naar 100, maar als we kijken naar de waardes ernaast, dan zien we dat dat nu de helft is van wat het was. Het was 100 bij 43, het is nu 50 bij 21.500. Nou, dientengevolge kunnen we ook, ik ga hem er even ongedaan maken. Als ik het slot eraf haal, zou het zo moeten zijn dat als ik hier 50% van neem, ik doe dan tap, dan zien we dat zeg maar de hoogtewaarde op 43 mm is blijven staan en de breedtewaarde op 50 mm, zodat zeg maar dus alleen de bovenste veranderd is en niet de onderste. Oké, ik zet het slotje er weer op. De maat van dat rechthoekje maakt eigenlijk helemaal niet uit. Het is alleen om te laten zien wat je kan doen met die functies. Dan zien wij hier
Ja, eigenlijk het werkveld met 4, 5, 6, 7, 8, 9 posities. Hij staat nu in het midden. Ik moet eens even kijken wat er gebeurt als ik hem nou naar linksonder zet. En ik zie dan niks veranderen. Dus volgens mij, ik heb eigenlijk niet zo heel veel goed idee wat deze functie precies doet. Dat is even het lastige van het verhaal. Kan wel even proberen. Want als ik nu, hij staat dus nu in het midden. En ik zou hier die draaien bijvoorbeeld gebruiken naar 45. Eens kijken of het daarmee te maken heeft. Dan moet eigenlijk dat vierkant, dat moet 45 graden draaien. En wordt dan eigenlijk een soort van ruit. Even kijken. Inderdaad. Ja. Goed, dat is duidelijk. Dat is ook logisch. Maar nu, als ik nou zeg maar hem bijvoorbeeld onderin aanklik. Zou het dan uitmaken of ik hem dan 90 graden draai. 90 graden misschien niet zo'n goed idee, want dan draait hij eigenlijk alleen maar om. Of tenminste om, hij doet een slag maken, een kwartslag maken. Dus ik doe nog een keer 45 graden, eens kijken wat hij daarmee doet. Ja, dat verandert iets. Want wat hij nu gedaan heeft, en dat zal ik je even gaan laten zien. Hij doet dus kantelen om het punt wat ik hier aangeklikt heb. Dus ik ga heel even terug naar de basis. Ik wil gewoon dat vierkantje hebben. En misschien is het handiger om gewoon een lijn te tekenen. Laat ik dat eens doen. Laat ik eens een lijn tekenen. Wacht even. Ik haal dit weg. Ik teken een lijn. Want met een lijn kunnen we dat denk ik makkelijker zien, vermoed ik zo. Vermoed ik hoor. Dat is. Ik kan het niet helemaal met zekerheid zeggen, maar ik denk het wel. Even kijken. Goed. Ik heb dus nu een lijn. Die zet ik weer even op de zwarte laag. Oh, wacht even. Pijltje aanklikken, dan is die geselecteerd en dan kan ik hem even op een zwarte laag zetten zodat hij andere kleur heeft. Goed, nu zeg ik wil hem 90 graden draaien, dan moet die lijn dus rechtop komen te staan. Nou, dat 90 graden draaien, dat doe ik nu rechtsonder en dat geeft mij het vermoeden dat hij hier bij die 240 recht overeind komt te staan. Gaan we even proberen en dan onderin bij die 240, dus hier ook echt daar. Gaan we even proberen, 90 graden. En inderdaad, dat doet hij. Dus met andere woorden, als ik het op rechtsonder zou doen, zou die hier die 90 graden moeten draaien. Gaan we nog een keer proberen, maar nu bij die 120. Dus ik zet hem nu op 90 graden. En nu doet hij dat ook naar beneden. Dat is ook eigenlijk misschien nog wel logisch ook nog. Ja? Dus je ziet dat die, ja, 90 graden naar beneden. Dus je ziet dus dat die, zeg maar, op basis van deze hier draait om een bepaald punt heen, als het ware. Oké, okay, dat is interessant om te weten, wist ik ook nog niet. We hebben gelijk daarbij ook de volgende natuurlijk behandeld. Dat was diegene van het draaien van objecten. Nou, een cirkel is 360 graden, dus 360 is om de as draaien, 180 is half draaien, 90 is een kwart draaien en alles daartussen. Nou ja, dat denk ik spreekt redelijk voor zich. Even weer zo'n rechthoek terug. Dan zien we de volgende, daar staat de mm. Dat is als hij in millimeter staat. Nou, wij zijn millimeters gewend, maar wil je hem nou in inches zetten, omdat je een handleiding hebt gezien waarbij echt alleen met inches wordt gesproken, kan je hem dus ook in inches zetten en dan zijn deze waarden allemaal in inches geplaatst. Ik kan natuurlijk in millimeter staan, ben eenmaal een Hollander en dus staat hij in millimeters. Volgende mooie voorbeeld wat we hebben is het volgende stukje gaat over teksten. Dus ik ga weer Lightburn aanklikken. Ik had al een stukje tekst gemaakt, dat doe je met die A-knop hier. Ja, en dan kun je typen en dan kan die tekst maken. Het eerste is dat we op een lettertype kunnen gaan kiezen. En wat ik prettig vind aan dat verhaal met die lettertypes, is dat je eigenlijk ook al gelijk het voorbeeld ziet. En als je er overheen gaat, zie je ook die tekst onderin het voorbeeld veranderen. We hebben al een keer bij de instellingen erover gehad dat je teksten hebt die uit één lijn bestaan en die uit meerdere lijnen bestaan. We zien hier heel duidelijk dat het uit meerdere lijnen bestaat. Lightburn training en dan zeg maar de L links een lijn en rechts een lijn. Die zie je ook allemaal met TT hier ervoor staan bij die zaken. Maar zometeen komt er een hele set met fonts voorbij die bestaan niet meer daaruit. En dat zit met name deze hier, die SHX-fonts. Nou, SHX-fonts kun je toevoegen aan het programma. Het programma heeft ze uit zichzelf niet, maar je ziet nu dat de letters zijn eenlijnige letters. Moet je willen, maar soms kan het wel eens handig zijn. En er zijn echt heel veel lettertypes om uit te kiezen. Van oud tot nieuw, van dik tot dun. Ja? Dus hier kun je lettertype gaan kiezen. Ik ga even deze hier kiezen. Hoppatee. Volgende wat ik kan doen, ik kan daaronder, even kijken, onder dat lettertype, hè, dat is nu Jill Sans Ultra Bold. Nou kun je dus zaken gaan veranderen. Ik kan dat vetgedrukt gaan maken. In dit geval verandert er niet zo heel veel aan, want het is al een redelijk vet lettertype. Maar
Je ziet hem wel iets verspringen als ik hem aanklik, zie je dat? Je kunt hem ook cursief gaan zetten. Mits dit lettertype het ondersteunt en deze ondersteunt dat, want hij is inderdaad cursief gezet. Alles in hoofdletters. Even voor de duidelijkheid. We zien hier bij Lightburn Training alleen de L en de T van training zijn hoofdletters. De rest zijn kleine letters. Als ik nu klik hoofdletters. Voilà, zijn het allemaal hoofdletters geworden. Zie je dat? Kan zeker handig zijn. Hangt er een beetje vanaf wat je aan het doen bent natuurlijk. Nou schrijven wij normaal gesproken van links naar rechts. Dus van die kant naar die kant. Maar je kan het ook omkeren van rechts naar links. Dan staat hij dus in feite. Zou die dan in een soort van spiegelschrift moeten staan? Doet die lekker niet in dit geval. Even kijken. Even aanklikken. Oké. Eigenlijk zou die hier andersom moeten lezen. Dus ik zou niet weten wat die nou eigenlijk nu hiermee doet. Ja, goed, we willen natuurlijk niet van rechts naar links. Want wij lezen nu eenmaal van links naar rechts. En dan staat daar nog samengevoegd. Als ik dat automatisch samenvoeg van de tekst als de vormen overlappen. Oké. Ja, weet ik niet. Zou ik moeten testen een keer. Hij staat aan. Als ik hem uitzet verandert er nu natuurlijk niks. Want er is in feite niks aan de hand. Maar als je dit dus op gaat staan. Krijg je dus een venster te zien. Waarin staat automatisch samenvoegen van de tekst. Als de vormen overlappen. Ik weet het niet helemaal. Ik durf het niet met helemaal zekerheid te zeggen. Dan de hoogte van het lettertype. Standaard staat hij op 25. En je kunt hier rechts met de pijltjes mee, je kunt ook typen natuurlijk. Kan jij die lettertypes verhogen, dat doet hij met stappen van 2,5. Maar je kan ook heel rustig zeg maar 24 invoeren. Dat is geen enkel thema, ook dat werkt. Ik heb wel de hoogte kleiner gezet in mijn settings. Simpelweg omdat ik over het algemeen tegels en dat soort dingen, nou die zijn niet extreem groot. Dus om daar nou een hele grote lettertype op te hebben, ja, dat hangt er ook een beetje vanaf wat ik wil maken natuurlijk. Maar goed, dat is een optie. Dan krijgen wij H-ruimte en V-ruimte. Dat is horizontale ruimte, verticale ruimte. In dit geval kan ik het nog niet helemaal goed laten zien. Maar dat ga ik wel even regelen. Want ik wil dat natuurlijk eventjes tonen. Ik wil namelijk even laten zien wat er gebeurt. Als ik er een regel onder typ. Zo, nu heb ik twee regels. Die in één bestandje staan. He, dit is één geselecteerd gebeuren. Nou, ik ga hem vergoed selecteren. Zo, en dan zien we daar die H-ruimte, dat is de horizontale ruimte. De horizontale ruimte, als ik die ga verhogen, zie je dat de ruimte tussen de letters groter wordt en dus de tekst naar buiten toe vergroot wordt. Terwijl als ik de hoogte zou veranderen, dan verandert die eigenlijk als het ware zowel de hoogte als de breedte, zeg maar. Ja? Ik verander dat weer even naar 0. Als ik nou de verticale ruimte doe, dan zullen we zien dat die twee regels wat verder uit elkaar gaat komen te staan. Moet ik hem wel even selecteren natuurlijk. Kijk, nu gaan die regels verder uit elkaar, zie je dat? Dus je hebt mogelijkheden om die teksten op van allerlei manieren aan te passen. En dat doe je dus hier met dat X, of met de H-ruimte en de V-ruimte. Dan de X-uitlijn in het midden, de Y-uitlijn in het midden is even kijken wat er gebeurt. Ik ga hem eventjes helemaal buiten positie trekken, zo, daar zo. Nu zeg ik X-uitlijnen in het midden. Lekker niet, hè? Dat doet hij lekker niet. Even kijken. En de Y-uitlijnen in het midden. Dit zou te maken kunnen hebben met als je zo'n knop gebruikt om zeg maar het hele werkveld te gaan zien. Dus het heeft niets te maken met datgene wat ik hier aan het doen ben. Het heeft meer te maken denk ik met het raster. Maar helemaal zeker weet ik dat niet. Dus wat die X-uitlijnen doet in het midden en die Y-uitlijnen doet, durf ik niet te zeggen. Ik verander hem wel eventjes die X even naar rechts voor de grap even. En dit heeft wel met die tekst te maken, zie je dat? Nou gaat hij hem naar rechts uitlijnen, zegt hij midden. En dan rechts. Even kijken. Dus I in het midden. Dit is I. Dat klopt. Ja. En rechts van het midden. Oké. Apart. Dus als je links van het midden gaat. Moet die aan de andere kant zijn. Klopt. Want dat is het midden. En dan links tegen het midden aan. Even nog iets anders. Stel ik ga onder doen. En je ziet dat het verandert, dus je hebt nog steeds allerlei invloed op dat object. Goed, van de andere kant kan je het ook gewoon slepen of zelfs met je pijltjes toetsen, verplaatsen. Dan hebben we nog een laatste tweetal en dat is hier die normaal en die compenseren die op 0 staat. De normaal datum en tijd. Even kijken.
wat er gebeurt als ik iets selecteer. Nou, dat doet niks. Dus het heeft echt te maken met tekst. Normaal is dan dus tekst. Oké, stel ik zou dit dus veranderen naar een datum en tijd. Ik zou hiervan maken, wat hebben we vandaag, 2012, iets heel raars eventjes, hè, want dit is niet echt een datum en tijd weergave. Even kijken wat hij dan doet. 2012, hè, 20 december natuurlijk. En ik zeg dan datum en tijd. Ja, er gebeurt eigenlijk niet echt iets, hè. Datum en tijd, en als ik dan... Nee, er gebeurt niet echt iets. Oké. Weet ik dus niet helemaal. Je kunt ook serienummers toevoegen. Maar ja, ik weet niet helemaal hoe dit werkt. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, lieve vrienden. Rechtsbovenin. En dat compenseren eigenlijk ook niet. Als ik compenseren klik, zie ik eigenlijk niks veranderen aan die tekst. Durf ik dus ook niet te zeggen. Dus die twee rechter, die zijn mij ook onduidelijk. De rest hebben we uitgevonden. Behalve die samengevoegd. De andere functies hebben we allemaal gezien vandaag. En daarmee komen we aan het eind van deel 8 van deze training. Ik heb al aangegeven dat ik soms dingen niet weet. Het heeft alles te maken met het feit dat ik zelf ook pas een maand of drie met dit programma bezig ben. En ik ook lang niet elke functie gebruik. Dus overigens met elk programma. Hè. Ga maar eens bij jezelf na. Ga maar eens kijken naar programma's die je gebruikt. Dan gebruik je bijna nooit alle functies. Dat is bijna niet... Of het moet een heel simpel programma zijn. Dat kan natuurlijk. Goed. Les 8 hebben we dus deze menubalk gehad. In les 9 gaan we naar deze balk aan de linkerzijde van het veld. En dat gaan we dus in les 9 doen. Waarschijnlijk nog deze week. Zo niet. Dan wens ik u alvast een fijne kerstdagen. Maar ik denk dat ik dat nog wel zal doen in een training. Bedankt voor het kijken. Hoop dat je wat geleerd hebt. Tot de volgende keer. Dag.